Sidderen in Leiden. Gemeenten gebruiken te weinig groene stroom. Het gaat goed met Voorschoten. En wat vinden we van de nieuwe liedjes op het carillon? Welkom bij het Unity TV nieuws van dinsdag 7 juni. De schrik zit er nog goed in bij het 5 meiplein in Leiden. Daar werden vlak na elkaar twee rattenslangen gevonden. Eén slang zit in dit winkelpand dat verbouwd wordt op het 5 meiplein. En de ander wordt daar vlakbij achter deze flats gevonden. En in eerste instantie denkt men dat ze uit de dierenwinkel van Stefanie komen. Maar dat klopt niet. Ja, dat was wel een klein beetje paniek gisteren. Ja, eigenlijk zondagavond al, hè, dat het op Facebook kwam en paniek in de tent. Waar zijn de slangen vandaan gekomen? Ja. Nou ja, toen was er nog één en gisteren de tweede gevonden. Dus ja, ze zijn alleen helaas niet van mij. Nee, nou ja, helaas, gelukkig. Ja, aan de ene kant gelukkig, maar aan de andere kant sneuvel die beestjes dat ze gedropt worden. En het is niet duidelijk of er misschien nog meer slangen tevoorschijn zullen komen. Ik heb niks gezien hoor. Is dat nou gebeurd dan? In het weekend. Die zijn al lang weg. Dan denk ik dat die beesten hier blijven. Ben je mal, die zoeken het groen op. Maar hoe zou u reageren als u er een zou zien hier? Ja, ik ken ze niet, dus dan zou ik er met een stap omheen gaan. Toch wel? Ja, denk ik wel. Ja. Dat is uiteraard ook het meest verstandige, zegt ook Robert Ettinger van de Haagse reptielenopvang waar de slangen nu zijn. Want van tevoren weet niet iedereen dat deze rattenslang eigenlijk een schatje is. Het dier is waarschijnlijk gedumpt of ontsnapt. Zoals dit, hè? In no time is het overal. Ja. En daar staan deze rattenslangen echt bekend om. Ja. Dat zijn ontsnappertjes, dat zijn kleine houdinis. En dan is nog de vraag van wie de slangen zijn. Dit wordt veel gehouden. Het heeft een lage aanschafwaarde. Dus de kans dat een eigenaar zich weer meldt, die is erg gering. Maar goed, wij gaan voor het diertje zorgen. Dat hoort zo. De gemeenten in de Leidse regio kopen geen goedgekeurde groene stroom. Dat staat in een onderzoek in opdracht van milieuorganisatie Greenpeace. Een groot deel van de Nederlandse gemeenten koopt certificaten waarmee de stroom uit kolen en gas toch meetelt als groene stroom. Dit doen Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest en Zoeterwoude. Voorschoten komt beter uit het onderzoek. De gemeente Voorschoten is transparanter. Zij koopt groen certificaten van goede kwaliteit, maar neemt nog wel stroom af van een energieleverancier die zijn stroom voornamelijk opwekt met behulp van kolencentrales. Volgens Greenpeace deugt een groot deel van die certificaten niet. Zo kan een gemeente kolenstroom kopen, maar die groen wassen met certificaten van waterkrachtcentrales in Noorwegen of IJsland. De gemeenten hebben met het Rijk afgesproken dat ze vanaf 2015 groene stroom inkopen. Volgens Greenpeace moeten de gemeenten daar meer werk van maken en moet het systeem van de groene certificaten aangepast worden. Het kunstgrasveld van Voorschoten 97 is niet op tijd klaar voor de start van het nieuwe seizoen. Dat meldt de club op haar website. Op 12 mei heeft de gemeente besloten dat Voorschoten 97 het felbegeerde kunstgrasveld zou krijgen. Echter zijn de werkzaamheden pas half oktober klaar. De werkzaamheden zijn met spoed opgestart om het werk zo snel mogelijk klaar te krijgen. De KNVB is al ingelicht over de beperkte beschikbaarheid van de velden komend seizoen. En ook moeten teams mogelijk wat vaker uitspelen en verwisselen van trainingstijden. De werkzaamheden behelzen twee velden. Veld 3 krijgt een volledig nieuwe drainage. En veld 1 wordt 30 centimeter afgegraven. En met die grond wordt veld 3 opgehoogd. De VVD in Voorschoten constateert tevreden dat in het centrum nauwelijks nog sprake is van leegstand. De consument weet Voorschoten centrum goed te vinden. En ik denk dat dat komt omdat ondernemers en gemeenten samen keihard werken om de winkels goed gevuld te krijgen en aantrekkelijk aanbod te presenteren. Dat ze er dus alle voor zorgen dat het dorp er gewoon mooi uitziet. En dat mensen graag in het weekend en door de week ons dorpscentrum opzoeken. En dat kan volgens mij altijd beter, want volgens mij zijn niet alle winkels verhuurd. Er zijn dan wel een paar panden leeg, zeg ik dat goed? Dat klopt, maar dat is echt verwaarloosbaar hoor. Dat zijn er nog maar 2 of 3. En ook die zijn hartstikke druk bezig. Daar zijn we hartstikke druk bezig om die ook gevuld te krijgen. En als we even naar de toekomst kijken, hoe gaat Voorschoten ervoor zorgen dat die winkels echt gevuld blijven? Nou, het belangrijkste is nu dat we het Deltaplein afmaken. Dat is een groot nieuw pand op de noordkant van de Voorstraat en de Schoolstraat. Ik weet niet of je het kent, maar het is nu druk in aanbouw. Daar komt ook nog een supermarkt onder. Het belangrijkste is dat we de noord- en de zuidkant goed met elkaar verbinden, zodat er een mooie winkeldoorstroom komt. En ik denk dat het allermooiste voorbeeld is bijvoorbeeld de plannen van de Task voor Centrum. Dat is eigenlijk een club waarin gemeenten, winkeliers, inwoners
En cultuurinstellingen in het dorp samenwerken om te kijken wat kun je nou doen in dat centrum om dat nog mooier te maken. Een volgende stap volgens de Voorschotense partij is het beter zichtbaar maken van de historische beleving van het dorp en het verbinden van de winkels in de Schoolstraat met de horeca in de Voorstraat. Maandag is de nieuwe playlist van het Leidse Carillon gepresenteerd. Geen Armin van Buuren of André Hazes, maar het Leids studentencabaret over de stad heen. Eind jaren 50 van de vorige eeuw had het cabaret van Paul van Vliet, Lieselore Gerritsen, Floor Kist en Kai van Oven groot succes met liedjes als Laat je zoon studeren, De aardappeleters, In Leiden zien die nacht te lang en Is er een notabel in de zaal. Op initiatief van Floor Kist en Kai van Oven heeft de bijadier Levina Pors 8 bewerkingen gemaakt voor het carillon. Deze zijn de komende periode elk kwartier te beluisteren. En ook Leidenaren hadden goede ideeën voor een playlist. En dat hoor je zometeen in de poll van vandaag. Bewoners van de Vollersgracht in Leiden zijn het afval in de straat zat. De vorig jaar geplaatste ondergrondse containers zijn vaak vol of stuk. Waardoor de vuilniszakken alsnog op straat staan. En daar weten de meeuwen wel raad mee. Ja, we hebben heel lang last van meeuwen gehad in deze regio. Dus het was heel fijn dat we zo'n ondergrondse container kregen. Je zou denken dat dit een prachtige oplossing is, een ondergrondse vuilstortplaats. Maar het is eigenlijk al een jaar bal. Nu staat het toch weer allemaal op straat. En hoor je weer dat de meeuwen in de buurt komen. Dus dat is vrij vervelend. Het ziet er ook niet uit en het ruikt ook niet helemaal fris. Sinds kort is de container stuk. Hij gaat vaker niet open dan wel. Hij gaat nu niet open. En hier staat op pas opleggen, op de piep wachten, dan drukken en dan kan hij open. Maar zoals je ziet, dan gaat hij open. Volgens bewoners wordt de overlast wel gemeld bij de gemeente, maar gebeurt er niets mee. Ja, we zijn al heel lang in gesprek met de gemeente. Of eigenlijk praten wij en zegt de gemeente weinig terug. Maar er komt weinig uit. Want de gemeente zegt, ja, mensen moeten hun zak niet neerzetten. Nee, dat is waar. In principe kan je ook zeggen, mensen hebben hier zelf ook een verantwoordelijkheid. Die snappen dat meeuwen vuilniszakken openmaken. Dat kennen we nog van vroeger. Dus zet het er niet naast het moment dat die stuk is. Aan de andere kant, je hoopt dan eigenlijk ook gewoon dat het snel opgelost is. En nou goed, vanmorgen is er volgens mij is die net wel geleegd. Dus het was een redelijk snelle reactie. Maar er stonden ook alweer heel veel zakken. Dus ja. En daar komen dan weer de meeuwen op af. Terwijl het de ondergrondse vuilcontainers zijn neergezet om dat te voorkomen. Ja, en als die container werkt en alle zakken gaan erin, dan is dat ook echt een zegen wat voor de meeuwen. Maar op het moment dat die container even kapot is, er staan een paar zakken naast. Die meeuwen krijgen volgens mij een mailtje, want ze zijn er binnen. No time zitten ze hier en dan is het echt meteen een enorme grote zooi. De gemeente laat in de reactie weten op de hoogte te zijn van de problemen. En te zoeken naar een oplossing. Het Leids studentencabaret vult elk kwartier het Leidse carillon. Maar welke muziek zouden Leidenaren zelf willen horen in de binnenstad? Het komt op neer, Armin van Buuren is wel natuurlijk echt het Leiden. En ik zag een cabaretshow van Jochem Meijer en zo af laten spelen. Dat is wel een goeie. Ik weet niet, ik zit zelf wat meer in de rockmuziek. Dus iets als De Staat of zo. Best wel een Nederlandse band die een beetje in die muziek zit. Dus zoiets. Een beetje pop, mix van popmuziek. En welke artiest? Cardigans, U2, zoiets. God, dan moet ik wel heel erg nadenken. Waar bent u fan van? Julia Iglesias, maar dat is geen Nederlander. En Queen is ook geen Nederlander. Maar dat hoeft ook niet. Maar ik vind Gerard Joling ook wel leuk. Jeetje, Mina. Klassieke muziek. Mozart, Bach. Dat vind ik mooi. Vooral in zo'n historische stad. Die heeft tegenwoordig. En dan nog het weer. Vandaag was het iets aan de bewolkte kant, maar wel met zomerse temperaturen van rond de 25 graden. Er stond een matige wind uit het noordoosten. En de weerfoto van vandaag is gemaakt door Justin van Santen in Voorschoten. En vanavond en vannacht neemt de bewolking toe, maar verder blijft het droog. De minimale temperatuur komt uit op de 13 graden. De bewolking houdt morgenochtend aan. Wel krijgen we genoeg zon te zien. Er staat een matige noordoostenwind en het wordt 20 graden. Dan kijken we nog even naar het weer voor de rest van de week. Tot aan het weekend blijft het droog met zon en wat wolkenvelden. Daarna wordt het wisselvalliger met regenbuien en meer bewolking. De temperatuur wisselt tussen de 18 en 19 graden. En 's nachts wordt het wat kouder ten opzichte van de afgelopen dagen. En tot zover deze uitzending van het Unity TV Nieuws. Woensdag om 6 uur melden we ons weer met de nieuwe uitzending. In de tussentijd houd u op de hoogte van het laatste nieuws via Unity FM op 105.7 FM en via onze website www.unity.nu. Ik wens je nog een hele fijne dag.